Ik open, heropen de vergadering. Wil aan de leden vragen om hun plaats weer in te nemen. Aan de orde is het afscheid van collega Renske Leijten. Speciaal welkom ook aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ik weet dat ze haar agenda heeft leeggemaakt om bij het afscheid te zijn. Ik weet zeker dat mevrouw Leijten dat ook zeer waardeert. Geachte voorzitter, beste Vera. Ontzettend storend vond ik het altijd dat Kamerleden die voortijds vertrekken meer afscheid krijgen met een brief en een woordje van de voorzitter dan de Kamerleden die keurig hun termijn uitdienen. Maar nu het voor mij dan toch zo is, ga ik het ervan nemen. Gaat u er maar even voor zitten. De mooiste herinnering aan het samenspel van regering en Kamer als wetgevende macht is uit 2012. Bij de wetsbehandeling over gedwongen zorg in de ouderen- en gehandicaptenzorg trok ik samen met wetenschappers en Van Ark op. Wij wilden dat het principe van mensenrechten voorop ging staan en geen wet die de praktijk legitimeerde. De praktijk van vastbinden en drogeren van bewoners vanwege te weinig personeel. Iedereen wist dat door onderbezetting de druppeltjes haldol in de thee gingen en er in de nachten werd vastgebonden. Wij zeiden, gedwongen zorg is vrijheidsberoving. En vrijheidsberoving mag niet. Dus mogen we deze praktijk niet normaliseren. De staatssecretaris zei na de eerste termijn van de Kamer, ik wil terug naar het ministerie en dit wetsvoorstel nog een keer goed tegen het licht houden. Ze las niet de voorbereiding van de ambtenaren voor. Ze bagatelliseerde niets. Ze kwam uit de zorg, ze wist dat dit gebeurde. En ze had het eens met de Kamerleden die zeiden dat de omstandigheden zo moesten zijn dat vrijheidsberoving alleen gebeurde als het noodzakelijk was en zo kort mogelijk zou plaatsvinden. Staatssecretaris Veldhuizen van Santen werd gezien als een vreemde en ongeschikte eend in de politieke bijt. Dat vond ik haar niet. Het was een verademing om iemand te treffen die wist wat er speelde in de verpleeg- en toen nog verzorgingshuizen. Als verpleeghuisarts kende ze de kwetsbaarheid van ouderen en de noodzaak van goede bescherming. Ze nam letterlijk ons adagium over dat juist de meest kwetsbaren het best beschermd moesten worden in hun rechten. Er werd gelachen om haar stap. Wat een rare dame, en zorgbestuurders beklaagden zich over de vertraging van het wetsvoorstel. Veldhuizen van Santen wijzigde de wet diametraal. Er kwam geen normalisering van drogeren of vastbinden van mensen vanwege personeelsgebrek. Of de wet goed wordt uitgevoerd en gehandhaafd, daar durf ik geen vergif op in te nemen. Het zijn van volksvertegenwoordiger is een hele grote eer en een hele grote verantwoordelijkheid. En bij die verantwoordelijkheid hoort strijdbaarheid, enthousiasme, perspectief en hoop. Bij iedere voortgangsrapportage, hersteltoeslagen die we de afgelopen jaren mochten krijgen, stief er een stuk van mij. Veel tekst om de stilstand en regels boven mensen te rechtvaardigen. Managementtaal die verhult dat gedupeerde en beschadigde gezinnen niet geholpen worden. De grote kloof tussen de tijd die ambtelijke en politieke processen mogen kosten en de noden van mensen is ongenadig en een zeer groot probleem. De onmacht, als ik ouders en kinderen sprak en weer moest uitleggen dat we echt ons best deden, terwijl ik wist dat er uit pure onwil en ook onverschilligheid geen vooruitgang is, was ondraaglijk. Politiek is mensenwerk. En politiek moet altijd voor mensen werken. Dat is de bedoeling van de democratie. En ieder debat over toon leidt af van de inhoud. Kritiek beantwoorden met maar we bedoelden het goed is niet luisteren naar maar weglopen van de inhoud. Het praten in politiek geheimtaal jaagt mensen weg. Het gaat niet om lief of aardig voor elkaar zijn. Het gaat om eerlijk en autonoom kiezen voor mensen. Voorzitter, ondanks dat ik het werk zelf deed, heb ik het niet alleen gedaan. Zoveel mensen werken in de Tweede Kamer, die stellen ons in staat om volksvertegenwoordiger te zijn. Zij verdienen allemaal de hoogste onderscheiding voor hun inzet voor de democratie. Van Bodes en Giffy Plenaire, de commissiestaven, de schoonmakers, de koks, de beveiliging, dienstautomatisering. Heel erg veel dank. Ik was bevoorrecht onderdeel te zijn van zo'n mooi en gedragen instituut. Ook dank aan de mensen van wie ik houd en door wie ik mij gedragen weet. Na 17 jaar tijd is het tijd de samenleving weer op te zoeken. De echte samenleving.
Democratie is veel meer dan eens in de 4 jaar stemmen en mensen stem geven kan op vele manieren. Toen Jan Troost hier 2 maanden geleden was voor zijn laatste wens, waarschuwde hij dat hij zou komen spoken als de rechten van mensen met een beperking vergeten worden. En beloofde dit met hem. We houden jullie in de gaten, we blijven spoken. Hou het schip recht. Zet de inhoud en mensen voorop. Leve de democratie. Renske Leijten. Nu mogen de mensen op de publieke tribune wel een keer klappen en joelen. Ja, kijk, mooi Renske en ook fijn dat je gezin aanwezig is vandaag. Beste Renske. Je hebt ons allemaal verrast met je mededeling dit weekend. De manier waarop je je vertrek in de Kamer aankondigde, typeerde je helemaal. Direct. Zonder omwegen en glashelder. En ook een vleugje shock-effect. Dat is gelukt, wil ik maar zeggen. Je liet ons allen dit weekend in verbijstering achter. Zaterdagmiddag gaf je de partijraad aan dat het na 17 jaar Kamerwerk genoeg is geweest. Democratie ligt voor jou niet meer in de Tweede Kamer of in Politiek Den Haag, zo zei je. Je gaat de Haagse bubbel verlaten om op een andere manier je met onze democratie bezig te houden. En dat is voor de Tweede Kamer een groot verlies. Want jij vervulde het Kamerlidmaatschap vol overgave en passie. En met jouw vertrek gaat er heel veel kennis en ervaring weg. Je was jarenlang woordvoerder zorg. In 2017 stapte je over naar financiën. Maar je hebt over heel veel andere onderwerpen het woord gevoerd. Zoals de democratie, het referendum, digitalisering. En je was onmisbaar in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Zonder jou, durf ik wel te vragen, waren de misstanden dan aan het licht gekomen? Bij alle onderwerpen waar jij je in vastbijt, sta je altijd op de bres voor de burger. De mens achter de dossiers. Juist de mensen die niet worden gezien en gehoord, gaf jij een stem. Hier in de Tweede Kamer. Zo zei je al in 2006 over de manier waarop de overheid omgaat met mensen, dat al die controles leiden tot georganiseerd wantrouwen. We zouden meer moeten uitgaan van de goede intenties van mensen. Je ongezouten mening over het sponsoren door zorgorganisaties, de bonussen, de salarissen van zorgbestuurders en het productdenken in de zorg stak je niet onder stoelen of banken. Het bleef overigens niet alleen bij het aan de kaak stellen van incidenten. Je hebt ook keihard gewerkt om het systeem ter discussie te stellen en te veranderen. In de SP-kringen heet dat misschien ook wel het systeem omverwerpen. Maar dit deed je nooit zonder alternatief. Je pleidooi voor het Nationaal Zorgfonds is daarvan niet het enige, maar wel een heel belangrijk voorbeeld. Tijdens debatten zagen we passie en vuur. Je liet niet alleen je hoofd, maar ook je hart spreken. En het bleef niet alleen bij woorden. Zo heb je ook de ouders van het toeslagenschandaal bijgestaan en geholpen in hun jarenlange strijd. Je belde met wethouders, ambtenaren, iedereen schakelde je in om deze mensen te helpen. Ook de toeslagenouders zijn geraakt door jouw vertrek. Jij was de allereerste die voor hen opkwam. Samen met collega's Pieter Omtzigt en Farid Azarkan. Je gaf hen een stem en je gaf hen steun. Zonder ooit te verslappen heb je jaren gestreden voor de mensen die in jouw ogen slachtoffer zijn van een overheid die ze langzaam vermaalde. Voor die mensen was je een baken en een anker. En ook nu heb je met velen nog persoonlijk contact. Een volksvertegenwoordiger, puur sang. Je hebt je mogelijkheden die je als parlementariër had altijd maximaal benut. In de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagen speelde je een prominente rol. En het rapport dat de commissie leverde, met de titel Ongekend Onrecht, heeft veel impact gehad. Ook heb je verschillende initiatiefwetten op je naam, zoals het regelen van de basistarief in de thuiszorg en om een einde aan de verplichte aanbesteding in die sector te maken.
En je was actief in heel veel verschillende werkgroepen, zoals, weet ik zelf nog goed, de Commissie voor de Werkwijze. De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. En onlangs nog de werkgroep Informatieafspraken. Om zo ook vanuit binnen de Kamer, onder de motorkap zeggen dat wel eens, de Kamer te versterken. Ook heel veel dank voor dat werk. Bij tegenwind en tegenstand gaf je nooit op. Je bent onvermoeibaar. Lange werkweken en al te benaderbaar omdat je vindt dat je daarmee de kwalificatie van volksvertegenwoordiger pas echt verdient. Je zei in een interview, politiek is hard. Als je het voor jezelf doet, ga dan maar naar een voetbalvereniging. We zijn wel de wereld aan het veranderen. Maar bij de wereld veranderen hoort helaas ook de moedeloosheid. Het vechten tegen een muur waar moeilijk doorheen te breken is. Bij iedere voortgangsrapportage het herstel toeslagen die we de afgelopen jaren mochten krijgen, stierf er een stuk van mij, schreef je mij in je afscheidsbrief. Vandaag nemen we afscheid van je, Renske. En het is geen makkelijk afscheid. Voor jou niet, maar voor ons zeker niet. Je gaat de Tweede Kamer definitief verlaten. Het is voor jou na 17 jaar tijd de samenleving weer op te zoeken. De echte samenleving. Beste Renske, het bericht van je vertrek heeft veel losgemaakt. In de Kamer, bij alle collega's en in het land. De woorden van Ellen Dekwits in de Nieuws-PV vatten het mooi samen. Ze is de Jacques Cousteau van de dossierduikers. De Jeanne d'Arc van de toeslagenouders. Democratie vind je ook terug in de straat, de wijk en de samenleving. We verliezen een Kamerlid, maar krijgen er een straatvechter voor terug. Dank voor al je inzet. We gaan je missen. Zet hem op. Ik schors de vergadering voor een kwartier, zodat u afscheid kan nemen van Renske Leijten in het restaurant. Ik schors de vergadering voor een kwartier.